Het Astens Mannenkoor houdt op zondag 26 november voor de 16e keer het Herfstbalconcert. Een mooie traditie die steeds weer zorgt voor een ontspannen muzikaal middagje uit. Nou Jos, de Herfstbalconcerten komen er aan, maar je zit hier deze keer alleen. Hoe kan dat? Nou, het Herfstbalconcert is inderdaad de afgelopen 15 jaar door een comiteetje georganiseerd. Maar die hebben al 15 jaar gezegd van we stoppen ermee. Nou, toen hadden we toch even een klein probleempje binnen de organisatie. En toen heeft het bestuur toch maar besloten om het dit jaar zelf in handen te nemen. Vandaar dat ik hier nu zit inderdaad als degene die het dit jaar mag organiseren. Ja. En hoe ging die organisatie dit jaar voor jullie? Nou, die ging fantastisch, want degenen die gestopt zijn na die 15 jaar, die hadden een geweldig draaiboek klaar liggen. Dus ik hoefde eigenlijk alleen maar alle puntjes na te lopen. En zo tot op de dag van vandaag loopt het allemaal nog goed, dus prima. Ja. Dan ga ik naar het koor zelf. Hoe is het daar nu mee? Goed, heel goed zelfs. Wij hebben afgelopen jaar toch weer een viertal nieuwe mannen mogen verwelkomen. En dat is in deze tijd natuurlijk waar je alleen maar hoort van koren die echt problemen hebben met nieuwe leden. Is dat toch wel vrij uniek. En op die manier slagen wij erin om toch op dit moment weer 53 actieve zangers te hebben. Ja, het heet dus wel een herfstbalconcert, maar heeft het nou te maken met de herfst of met het herfstbok het bier? Hoe zit dat? Is het een zuipfestijn of wat? Nee hoor, het is gewoon een concert waar wij eigenlijk wat bewust naast een koor een totaal iets anders uitnodigen als gasten. Op die manier denken wij dat we daar veel meer een ander publiek mee trekken. En dat is in de loop van de jaren ook wel gebleken. Nou, waarom heet het herfstbokconcert? We hebben al sinds 1980 ongeveer ons Gouden Parenconcert in het voorjaar. En we zochten eigenlijk als koor naar een vast concert in het najaar. Naast de tweede kerstdag die we ook altijd verzorgen in de kerk, wilden we eigenlijk nog een tweede soort concert hebben wat we jaarlijks terug zouden kunnen laten komen. Nou, dat kwam in het najaar. Nou, toen kwam de naam van herfst vrij snel naar boven. In de derde helft van de normale repetities wordt er regelmatig een biertje gedronken. En in die tijd een bokbiertje, dus uiteindelijk werd het herfstbokconcert. Ieder jaar kiezen jullie ervoor om naast het koor ook nog andere artiesten uit te nodigen. En wie hebben jullie nou de afgelopen 16 jaar een beetje gehad op het menu? Ja, nou alle namen kan ik zo niet opnoemen. Maar het is zo dat we al verschillende keren mensen hebben gehad echt met een komische act. En dan moet je denken aan Tony Meijmans en aan Michel Manschaert uit Zomeren. Maar we hebben ook hele serieuze artiesten gehad. We hebben ook, om er iets te noemen, we hebben Geert van Maasakkers gehad. We hebben Imke Marina gehad. Heel iets anders weer. En daarnaast hebben we regelmatig groepjes die in het Brabants dialect, dus eigenlijk uit die sfeer komen. En ook dit jaar zitten we in die hoek. En wie is dan de artiest van dit jaar? Of is dat nog geheim? Nee, dat is geen geheim meer. Dit jaar is dat Ger Koppens en haar apostelen. Ger Koppens is eigenlijk een van de grondleggers van de Brabantse dialectfestival. En dus zij zingt heel veel liedjes, allemaal uiteraard in het Brabantse dialect, over de gewone dingen van de dag. Maar Ger Koppens, die hebben we eigenlijk al een tijdje niet meer gezien. Nou, ze heeft mij verteld inderdaad dat ze de coronatijd, dat het toen toch wel weer begon te kriebelen. Ten eerste dus onder andere met het zijn drie mannen die haar begeleiden op instrumenten. Die heeft ze toen benaderd en toen zijn ze toch weer langzaam, maar zeker is het weer gaan kriebelen. En nu treedt ze weer met enige regelmaat op. Nou ga ik nog even terug naar het concert, want voor wie is het eigenlijk bedoeld? Wie kan er langskomen? Nou, in principe natuurlijk iedereen. Maar we weten toch uit de ervaring dat we een publiek hebben dat van dat iets oudere mensen zijn. En met name ook nu weer als je een artiest als Ger Koppens uitnodigt. Dan zijn dat toch mensen die haar nog kennen uit haar glorietijd. Want ja, in de jaren 90 was zij gewoon hier in de regio gewoon een heel bekend artieste. En dus dat is voor dat publiek met name. En het is volgende week zondag, op zondag 26 november. Hier in zaal Jan van Hoek. En de zaal gaat open om 1:30 en om 2:00 gaan we starten met het concert. En zijn er nog kaartjes beschikbaar? Uiteraard zijn er nog kaartjes beschikbaar en die zijn nu in de voorverkoop te krijgen bij Primera in Asten en hier bij zaal Jan van Hoek. En aan de dag van het concert zelf zijn de kaartjes natuurlijk, zolang de voorraad strekt, gewoon aan de kassa te verkrijgen.